NTR. Goedenavond, welkom, heerlijk applaus, ongedwongen, gezellig. En spontaan. Hey, we gaan een half uur lang spelletje spelen. Degene die als eerste drukt, die mag kiezen. Ik heb een melf, een heel... Gierig, hè? Show me the melf! Oké. Maar als je hoort melf, hoor, wacht je. Oké, Roué, jij krijgt de milf. Wat ik wilde zeggen was, ik heb naast de milf... Nee, breng die milf. We hebben ook nog een Hindoestaanse nachtegaal en een tijgertje. Maar dat komt zo. Deze milf met prachtige groene ogen is gewoon nog single. Ze zegt zelf dat het komt omdat ze altijd verliefd wordt op de verkeerde. Maar misschien komt het omdat ze eigenlijk een man had moeten zijn. Een soort van een Caitlyn Jenner. Maar dan, andersom. Ik leg het uit. Ben je nog blij? Die andere? Nee. Ze danst graag op sexy blakke muziek. Ben benieuwd. Hier is Edme van Straten. En mijn brata. Wat doe je? Ik weet niet. Ze zegt, dit is die grote zwarte. Knop! En nee, ik zie een prachtige dame voor me, maar je wilde een man zijn, leg uit. Nou ja, het is wel zo dat ik meestal one of the guys ben. En vrouwen wel vaak wat gecompliceerder zijn dan mannen. Mm-hmm. En mannen ook met meer weg komen dan vrouwen. En we staan nog 2-0 achter, omdat we staand niet kunnen plassen en we moeten baren. Jullie kunnen het wel, staand plassen. Jullie doen het niet. Tenminste, bijna allemaal doen het niet. Ik was een keer op een festival en ik zag het eentje doen en ik wil het nooit meer. Nou, dit is dat. Murr, ik ga naar jou. Wil jij een tijgertje of een Hindoestaanse nachtegaal? Wat wil jij? Tijgertje. Tijgertje, oké. Deze prettig gestoorde Amsterdamse is 2 keer gescheiden. En noemt haar huwelijken de grootste blunders van haar leven. Haar lovers hebben haar de bijnaam Tigri genoemd, oftewel Tijgertje. En het is ook niet gek als je bedenkt dat je haar 's nachts alleen maar wakker mag maken voor een stevig potje 50 tinten. Hier is Corina Klaassen! Ja, Rick. Wel een hele rare tijger, toch? Wel een lieve tijger. Hallo, tijger. Hallo. Corina, jij leg even uit. Bij jou 's nachts wakker maken, 50 tinten. Wat bedoelt de een met zoiets? Nou, iets meer krijgen dan dat ik de afgelopen 13 jaar heb gehad, zeg maar. Oké. Hallo, mevrouw. Daar bent u bij Murt aan het juiste adres. Murt? Wauw. Murt? Jij gaat vanavond eten. Nee, maar even, het klinkt toch als straf. 13 jaar niet. Ja, maar 13 jaar niet gewoon. Nee. Maar was het niet goed of heb jij niks gehad? Mag ik erover praten? Straks met Murk. Kleedkamer 3. Nou, dan blijf je voor jou houden. Een Hindoestaanse nachtegaal. Daar komt hij. Deze Hindoestaanse nachtegaal is trots op zijn biceps. Hij houdt van reggae. Laat hem nou uitpraten. Hij houdt van reggae. Hij houdt van Zoek en André Hazes. Hij droomt van een date met Katje Schuurman. Maar die is er vanavond niet. Dus zal hij het bij jou moeten doen. Hier is Danny Panda. Dankjewel. Je komt op een soort van rennen wat je deed. Aha. En hier achter deze ding staan er je. Danny! Dan is het gelukt. Hey Danny, hoe klinkt een Hindoestaanse André Hazes nachtegaal? Wat?
Moet ik het zingen? In een discotheek. Van de week. Van de week, hè? Ik weet het niet, maar ik hou mijn hele leven van André Hazes. Wacht. Je houdt je hele leven van André Hazes? Ja, dus ik hou van reggae en André Hazes. En Zoek. En Katja Schuurman. Heel veel. Dat is een rare rotti, ik weet niet precies. Dit is een rare mix. Maar je bent single? Ja. Je bent op zoek? Zij ook. Wat moet... Hey, zij ook. Ik weet het. We gaan naar de eerste ronde. We zoeken allemaal wel eens iets op Google. En het fijne aan Google is dat je maar een paar woorden in hoeft te tikken. En meteen komt Google zelf met een aantal zoeksuggesties. Bijvoorbeeld, ik typ in, is Jan Dino? En dan geeft Google suggesties wat heel vaak wordt gezocht. Dus, is Jan Dino getrouwd? Judeska? Een dinosaurus? Wie is Jan Dino? Je moeder. Maar dus dit zijn suggesties van Google, wat vaak op Google worden gezocht. We gaan beginnen. Per goed antwoord verdienen jullie 25 punten. Howard, jij mag beginnen. Jullie mogen beginnen. We tikken in. Waarom hebben vrouwen? Welke gaan we spelen? Zeg jij het maar. Buien. Geen geduld. Waarom hebben vrouwen geen geduld? Geen geduld. Ik denk dat er rare mensen dingen zoeken. Want ja? Dan denk ik borsten. Waarom hebben vrouwen... Ik weet het. Waarom dan? Borsten om? Voor de man. Maar ik denk dat mensen stellen rare vragen op Google. Dus ik denk, waarom... niet ik, maar mensen. Denk ik borsten. Waarom vrouwen borsten? Oké, let's go. Nee, Ruwe. Waarom hebben vrouwen? Wat denk je dat vrouwen wat denk hebben? Je dat mensen... Heb je veel vriendin? Ja. Waar hebben jullie het meestal over? Ja, op mijn leeftijd, op vliegers. Ja, maar... Ja, dat is een goede vraag. Als je 13 jaar geleden had gevraagd... Wat zeggen mannen over vrouwen? Ja, ik wil eigenlijk zeggen, waarom hebben vrouwen altijd hoofdpijn op het moment dat je heel graag wil? Ja, dat vind ik een goede. En komen ze met je praten terwijl je gewoon televisie zit te kijken, hebben ze het altijd koud. En lopen ze eigenlijk de hele dag door te zeuren over die schoenen, waar ze pijn aan hebben. Ja. Ze die schoenen zelf hebben uitgekozen, een maat te krijgen. Oké, Murt, het gaat niet over jou. Het is één vraag. Jouw vriendinnen, maar dit gaat... Wat willen we in? Wat ik net zei. Top. Wat je net zei, is niet goed. Maar wat is wel goed? Meer vet. Dan wie? Dan wat? Dan alles. Dan patat. Luister, je moet het zo meteen invoeren op Google en dit is wat je krijgt. Wij zoeken maar suggesties. Dat is niet mijn schuld. Zo zeg je het wel. Oké, wat hebben we nog meer? Ja. Lang haar. Nee. Het altijd koud. Hij riep van alles. Maar ik was één ding. Ja, top. Ik reken hem goed. Waarom hebben vrouwen geen humor? Oh! Maar dat is... Google, hè? Google! Ik denk dat het antwoord is daarom. We kijken even naar de stand. Het gaat. Team Murt gaan aan de leiding. Wij gaan naar de volgende ronde. Een teamgenoot gaan versieren. Stop met klappen. En dat doen ze als een bekend persoon op muziek. De openingszin is iedere week hetzelfde en voor iedereen gelijk. Hey poppetje, ze krijgen de tijd zolang het liedje duurt. Wij beginnen met Murt. Murt, neem jouw prachtige dame 50 tinten heerlijkheid naar voren. Munt? Facebook, Instagram, over... Ja, mijn broers, dit, dat. Weet je? Hier is munt. Munt, mossel. Oké. Munt, hier komt jouw eerste personage. Oké, ik geef je tijd. Neem het tot je. Oké, Murt. Is er klaar voor? Van wel. Nou, Murt, hier komt ie. Hey, poppetje! Hoe is het? Lekker. Huh? Lekker. Wat? Lekker. Oh,
sorry. Ik luister naar mezelf, op mezelf. Kun je dat? Kom je vaak hier? Ja? Jij nooit. Ik ben meestal in West te vinden. Aan de westkant. Weet je wel? Gewoon lekker in West chillen. Chillen met mijn mattie. Hoe zou je Linda zelf een keer afbrengen? Kom ik bij je langs? Kom bij je thuis? Bel ik bij je aan? Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Huh? Hou je van honden? Ja. Wat je wil weten, een van mijn beste vrienden is een hond, hè? Dat zeggen ze trouwens ook van alle andere vrienden. Kijk, ik zie in die film van me. Maar het is niet meer zo, hè? Vroeger was ik zo. Vroeger had ik een attitude, maar dat is al lang niet meer zo. Oké, ik heb het gevoel dat Corina dit nooit van haar langzaamste leven gaat raden. Als ze al 13 jaar van honden houdt, ja. En je hebt al 13 jaar geen doktertje meer gespeeld? Ja. Dan is de boel... Hij sneakte net nog eentje erin. Maar als jij deze raad krijgt, jij van mij 50 gulden. Want die heb ik nog. Wie denk jij... Dr. Chivago. Wie? Dr. Chivago. Dr. Chivago? Ik ben heel vaak ziek geweest, hè? Maar er is toch nooit, kun je daarmee assistent van Dr. Chivago? Dr. West? Wie is Dr. West? Weet ik, veel kwam hem op. Het is een dokter, toch? Wat een fantastische vrouw. Kom maar vaak, zo'n dokters in je hoofd, toch? Dat is raar. Maar wat heeft die hond ermee te maken? Dat heeft de hond. Een van mijn beste vrienden, die hond is één van mijn... Chivago. Zegt een snoepie. Dat, die echt... Dat is een snoep van de vet. Nou, ik ga toch... Dr. Dre. Ja. Hey, Howard, neem Danny mee naar voren. Let's go, Dan. Oké, man. Oh, wauw. Oké. In 2015 kan het allemaal. Katja is er niet, dan zit ik voor. Oké, nou, prachtig dan. Hey, Howard, hier komt jouw eerste personage. Daar komt hij. Hey poppetje, hoe is het met jou? Eigenlijk moet ik rustig doen. Als professionele sporter kan ik me helemaal niet te veel uitgaan veroorloven. Maar naar jou heb gezien, denk ik, jou neem ik mee naar huis. En ik weet zeker, als ik jou eenmaal heb veroverd, dan plaats ik een tatoeage van jou hier op mijn buik. En elke keer als ik heb gescoord, dan laat ik hem zien aan de hele wereld. Ik neem je mee naar Turkije, ik neem je mee naar Spanje, waar dan ook. Want jij bent het voor mij. En ik zit er helemaal voor me, Danny. Als jij en ik een setje worden, dan krijgen we ook onze eigen afkorting. Dan zijn wij namelijk Westa, met z'n tweetjes. Ik neem je overal mee naartoe. En ik zal altijd voor je zorgen. Nee, maar deze kill, Howard, ja? Die versiert niemand. Hij geeft informatie. Hij loopt rondjes. Dit is wat jij doet. Maar jij doet gewoon dit. Luister nou, het is dit. Wat jij doet, ik weet niet wat jij doet. Jij loopt zo vaak om mij heen dat ze duizelig worden. Flauw neemt ze mee naar huis. Als je oplet in de natuur, echte roofdieren, die draaien rondjes om hun prooi. Dat is wat ik... Maar die roofdieren geven niet ondertussen meer informatie dan Wikipedia. Ik ga je eten. Ja. Ik ga je eten met een beetje zout en wat peper. Nee. Dat ga ik doen. Nou, oké. Danny? Ik denk Wesley Snijder. Nee. Oh. Ja. Echt waar? Hij was wel moeilijk. Spannend. Ja. Hij was moeilijk, hè? Hij was moeilijk. Hij was spannend, maar hij heeft het goed gedaan. Ja. Roué, neem haar mee. Neem haar mee. Maak ons trots. Roué, wil je haar alsjeblieft in de ogen gaan kijken en niet lager? Dankjewel. Oeh, ik werd gelijk uitgekleed hier. Jammer, vorige keer werkte het wel. Ja. Oké, top. Nou, daar gaat hij. Oké, neem het. Hold it. Let it go. Hey, papatje! Hey, je lijkt een beetje op me. Daarom denk ik dat ik je leuk vind. Je lijkt op me. Hey, je kan goed dansen, maar als je wil, kan ik ook je privé danser worden, hoor. Je private dancer, als je wil. We hoeven niet echt een stelletje te worden of zo, hoor. We kunnen gewoon dat ding doen en laten. Weet je waarom? Liefde heeft daar niks mee te maken. Wat heeft liefde ermee te maken? Niks!
En ik met je dan rollen. Rollen op de rivier gaan we. We gaan rollen. Jij en ik gaan rollen op de rivier. Ik vind het heel moeilijk. Oké. Nou ja, Roué. Ik vond het een moeilijke. Jij je vond het moeilijk. Ja, ja. Toen ging moeilijk. Jij richting. Jij deed Howard dingen. Bijna, hè? Bijna. Maar zag je hoe ik stopte? Want ik dacht, nee, Roué. Dat kan niet. Je zou ook nog in de spiegel kunnen aankijken. Morgenochtend. Kapotte spiegel, een kapotte spiegel. Je bent vader van kinderen, je moet het voorbeeld geven, ja, snap je? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Okay, ik moet nog zeggen, het kan een vrouw of een man zijn. Niet per se een man zijn, per se een vrouw zijn. Heb je een idee? Het is iets of iemand. Nee, 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 nee. Het is altijd echt iemand. Het is altijd iemand. Maar heel vaak denken. Jij zegt, het is geen hij of zij. Nee, 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 nee. Ik ga het nog uitleggen. Heel vaak denken mensen altijd, omdat ze versierd worden door een man, dat het ook een man moet zijn. Ik zeg, kan hoeft niet. Zijn. Het kan ook een vrouw zijn. Misschien was hij net een vrouw. Maar, dat ga ik niet voorzeggen. Misschien was hij gewoon een man. Misschien heb ik mijn mond niet houden. Maar hoogstwaarschijnlijk was het een vrouw. Ja. Dat is wat hij zegt. Ja. Maar dat gaat hij niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen, want dat is niet eerlijk. Nee, want dan is het te makkelijk. Ja. Ja. Nee! Oh, ik heb ADD, ik ben het nu allemaal weer vergeten. Kijk, Howard zou bijvoorbeeld zeggen, hè? Er is een blad naar mij genoemd, het blad Tina. Dat zou Howard doen, hè? God, echt nee. Dat zou Howard doen, toch? Is het? Dat zou Howard doen. Nee. Geef me nu de naam. Welke dame is het? Rolling, rolling, eenmaal, andermaal. Dat was Tina Turner. Oh ja. En voorgezegd. En dan nog. En nog voorgezegd bij. Ik denk het wel, ja, maar dit is nog best. Nou, maakt niet uit, schat. Maakt niet uit. Maar ik kijk even naar de stand. Team Murd gaan aan de leiding. We gaan naar de volgende ronde. Voor de show heb ik een telefoon van iemand gepakt hier in het publiek. En de teams moeten zometeen gaan raden van wie deze phone is. Willen de eigenaren, de potentiële eigenaar van deze telefoon opstaan? Yes, yes, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Op deze telefoon ben ik een aantal dingen tegengekomen. En die moeten jullie gebruiken als aanwijzingen. Oké? Okay? Nummer 1. Dit is het nummer die op dit telefoon stond. Love me, love me tender, Elvis Presley. Ik kwam ook deze foto tegen. Wat? Deze foto. En dit was de laatste WhatsAppje op deze telefoon. En Dre Hazes, zoals hij nu is, die spieren, woei! Het is aan jullie om te raden van wie deze telefoon is. Elke team mag een vraag stellen aan een van die personen achter mij. Wie het goed raadt, krijgt 25 punten. We beginnen met Roué. Roué, overleg van wie is deze telefoon? Dus Elvis. Het is iemand die luistert naar Elvis. Love me tender. Jij denkt meteen twee. Waarom? De manier waarop zij keek naar dat daar. Zij keken naar hoe keek ze? Hoe keek ze? Herkenning bij die foto met die palmboom. Voordat hij bijna kwam, glimlachte ze als enige. Dus ik zag dat ze affiniteit met die foto's had. Oké, dus we stellen een vraag aan nummer 2. Van welk album van Elvis is dit nummer? Die is uit 1968. Oké, zij zegt. Wat jij vroeg, we nemen dat mee. Kijk, iemand anders had gelijk gezegd. Pff, geen idee, maar zij ging echt nadenken erover. Oké, cool. Murd. Wie van deze drie? Ja. Drie. Hij heeft een boompje op zijn shirt, dus misschien heeft hij een soort liefde voor bomen. Hè? Dat hij... Zegt hij love me tender. Love me tender tegen die bomen. Ja. Toch? Dat hij in het park zo. Ja. Meneer, wilt u die boom laten, but she loves me tender. Ja. Ze kijkt heel kritisch. Want jullie doen niks met een sms'je. 1 en 3. Nou, dan stel je een vraag aan 1. Ja. Waarom hou je van palmbomen? Waarom ik van palmbomen hou? Nou, ik hou helemaal niet zo van palmbomen. Maar het was een regenachtige dag en ik was net een dag terug weer in Nederland. En het kwam met bak uit de hemel. En toen zag ik best die palmboom. Toen dacht ik, nou, toch nog een beetje zomergevoel. Nou, fantastisch. Dank. Ik twijfel ineens ook. Maar goed, jullie hebben jullie vraag kunnen stellen. Team Howard. Jij en Danny, Howard en Danny. Nou ja, wij zijn al een tijdje aan het overleggen. We hebben zo verschillende theorieën bij verschillende mensen. Hè? Ja. Ik dacht, ja, misschien meneer 3, omdat hij oud genoeg is voor Elvis. Ja. Danny,
Dat weet je niet. Misschien is hij net 17, oké? En dan komt hij uit Angola en heeft een probleem met zijn paspoort straks. Even normaal doen. Ik bedoelde het. Hij bedoelde het juist goed. Ik ook. Nou, oké. Maar hij is waarschijnlijk oud genoeg. Maar wij dachten ook, naar aanleiding van die tweet over Dre en zijn spieren, dat hij zegt, Dre, hoe doe je niet uit met die spieren? Woei, dat hij me uitlacht. Omdat meneer Dre groot is. Maar Dre Hazes is nu ook, hij is aan het trainen, Dre Hazes ziet er ook nu, is ook best wel groot. Oké, cool, ja, dus jullie denken. Vergeleken bij meneer Dre. Ja, maar er is niemand groot, maar oké, prima, oké. Maar we hebben toch besloten om een, we willen graag een Elvis gerelateerde vraag stellen aan meneer Dre. Weet u waar Elvis begraven ligt? In, Ja, dat is goed. Hij zat in iets, hè. Je kan hem niet zomaar buiten gooien. Disneyland. Graceland, Graceland. Are you for real? Dus jij wil zeggen dat er kleine kinderen... Kijk eens! kijk eens wie hier ligt! Nee, maar daarna je corrigeerde jezelf. Graceland. Graceland. Een heel ander park. Oké, jongens, het is nu de tijd om iets op te gaan schrijven. Alsjeblieft, 1, 2 of 3. Schrijf alsjeblieft een bord op. Wie denk jij dat de eigenaar, rechtmatig eigenaar is van de telefoon? Oké. Ja. Maar mag ik even aan jullie twee vragen, Danny en Howard? Hoezo gaan jullie opeens wisselen? Want jullie waren ook net zeker. Nee, we hebben een vraag aan hem gesteld. Maar jullie wisten al meteen? We hebben een tactiek bedacht. Ben ik benieuwd naar. Wij stelden meneer de vraag. En toen zagen we meneer 1 kijken van, nou, dat weet hij nooit. Toen wisten we dat is 1. De eigenaar van de telefoon blijven staan en de rest gaan zitten. Ja. Dat is een lichtblauwe telefoon. Meneer, mogen we uw naam weten? Ja, ik ben Romeiko Nieuweland. Hoe? Romeiko? Romeiko. Romeiko, dat is een coole naam. Naam, hè? Waar komt het vandaan? Ik zou het niet weten, uit een boekje. Uit een boekje? Ja. Kijk, je hebt dat boekje dan nooit. Romeiko, waar kom je vandaan? Ik kom uit Hoogvliet. Hoogvliet, natuurlijk. En Romeiko, leg een paar dingen uit. Elvis Presley? Ja, ik ben een groot Elvis-fan. Elvis-fan zelfs. Echt maar fan? Of ja, echt wat je denkt van, oké, straatverbod-fan? Wat voor fan? Echt fan. Fan. Verklaar dat laatste berichtje dan. Ja, nou, ik val op jongens. En ik vind het gewoon een onwijs lekker ding, echt. Oké. Ja. Nou, wat ik. Helemaal met je spieren. Ja, dat was ook wel. Ik kan me toch af, hè? Ja? Gewoon een persoonlijke vraag. Ja? Je valt op jongens, op mannen. Ja. Als je mij ziet lopen, gewoon zo. En je zou me niet kennen. Je zit op het terrasje wat te drinken. Je kent me niet. Ja. En ik loop gewoon alleen zo. Hoe loop je? Die dag loop ik. Nee. Gil, wij hebben vaak genoeg samengegooid. Ik heb je nog nooit dat ik naast je liep en ineens zie ik jou. Oké, mijn vraag is, ik heb het afgevraagd, hè. Dan zit je op het terras, je drinkt wat, het is zomers, het is in palmbomen. En ik loop zo langs en ik ga ook alleen aan tafel zitten. Wat zou je denken? Zou je denken, hé, dat is een lekker ding? Of? Nee, sorry. Niet? Nee, je bent echt een type, sorry. Sorry. Heel raar gesprek. Hier is de telefoon. Yes. Howard en Murt hadden het goed. Dat brengt de stand op 70 punten voor Team Murt. Samen met zijn Corina. We spelen de speech. De teamcaptains krijgen van mij steekwoorden, een gezegde en een openingszin waarmee ze een onovergetelijke, een kloppende, een speech moeten maken waar je u tegen zegt. Dat ik alle woorden heb opgenoemd, mag de teamgenoot ook nog een woordje geven. We beginnen met Team Howard. Oké. Hier komen jouw woorden. Bordeel. Bordeel. Toeslag. Toeslag. Miss Fabulicious. Miss Fabulicious. Rode peper. Rode peper. Parachute. Parachute. Waterbed. Waterbed. Gezegde. Op elk potje past een dekseltje. En op elk potje past een dekseltje. Danny, nog een woord. Goedkoop. Goedkoop. Top. Jouw openingszin is zo. Ik heb me toch zin. Zo. Ik heb me toch zin in lekker goedkoop. Maar goed, dan moet je dus naar een bordeel. En
In principe zeggen ze, op elk potje past een deksel. Maar ik ben benieuwd welk bordeel voor mij een deksel heeft. Wordt het een bordeel waar ik met een parachute binnen donder meteen op het waterbed? Of wordt het een bordeel waar ze meer zoiets hebben van, ja, jij met je rode peper, hè? Doe maar voorzichtig. Dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk de vraag. Wat waren die andere pokkenwoorden nou ook al? Daar was nog een woord? Daar was nog een woord. Maar dat was de tijd. Je hebt... Ik hou het. Je hebt het meteen gezegd. Dit heb je heel goed gedaan, want je hebt voor jouw team 60 punten verdiend. Oké. Okay. 6 goed gehad. 6 goed gedaan. Murk, alsjeblieft neem plaats achter onze fijne katheder. Hier komen jouw woorden. TBS-kliniek. Draaideurcrimineel. Baron van Münchhausen. Levenslang. Weerbericht. Punaise. Gezegde, praatjes vullen, geen gaatjes. Corina, nog een woord? Wilders. Wilders. Jouw openingszin is... En opeens... En opeens wist ik het. Aangezien mensen mij vaak hadden betiteld als iemand die rare dingen zegt in de zin van Wilders. Dacht ik, nee, ik ben niet zo. Ik ben totaal anders. Ik ben de baron van Münchhausen. Ik weet gewoon alles in de wereld. Als ik ergens naar kijk, weet ik gewoon dit gaat gebeuren. Ik heb mensen laatst gewaarschuwd. Het weerbericht wat ik gaf, binnenkort gaat het punaises regenen. Niemand geloofde me. ik heb daarom, omdat ik al dit soort dingen gewoon op straat zeg, heb ik een tijdje vastgezeten in een TBS-kliniek. Nou, 2-3 keer. Ik ben ondertussen bijna daardoor crimineel. Maar ik blijf geloven in het. Je moet gewoon jezelf zijn en gewoon zeggen wat je te zeggen hebt. Heel goed. Wow. Oh, vet. Nee, heel goed. Jij hebt in totaal 70 punten. Oké, Roué. Roué, hier komt het. Sesamstraat. Konijn. Buitenschoolse opvang. Achterbuurt. Knipperlicht. Stomme vogel. Gezegde. Daar zit een luchtje aan. Lieverd, nog een woord? Milf. Oeh, yes. Oh, milf. Oké. Okay. Open eens in. Hallo, kindjes. Hallo, kindjes. Jullie denken natuurlijk, kijk hem, dat is een clown. Maar ik ben geen clown. En dit is geen Sesamstraat. Dit is bij Dino in de straat. Anders was het bij Pino in de straat. Maar dat is gewoon Dino. Dat is gewoon Dino. Ja? Ja. Hij heeft me hier gevraagd, hier in deze achterbuurt. Kijk wat er allemaal hier rondloopt. Prostituee. Dat was bij mij. Als ik geld had, zou ik erop springen en tekeer gaan als een konijn. Wat? Want. Wat is dat nou? En je had ook nog milf. Je had allemaal dingen. Zie je? Milf moest ik hebben. Maar je verwarde het met prostituee. Ja. Hey. Hou het. Hou je bij Danny, hè? Ik heb geen idee hoeveel woorden ik in mijn hoofd heb, hè? Nou, je hebt in ieder geval 3 goed geraden. Dat zijn, ja, 30 punten. 30 punten, ja. Dit is niet eens applaus, mensen. Ja. Yes, de stand is 140 voor team Murt, 125 voor team Howard en 50 punten Grijs. Hey, ja. Wie het kleine niet eert... Ja, die heeft verloren. Niet. Oké, okay, dat betekent dat jullie echt aan de bak moeten gaan. Maar er kan van alles gebeuren, want het is tijd voor de finale spel. Wij spelen het alfabetspel. In het alfabetspel moet de kandidaat in 45 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven in de categorie die ik zo meteen ga laten zien. De antwoorden moeten gegeven worden in de volgorde van het alfabet. Degene die het verst komt in het alfabet verdubbelt zijn punten en wint zo het spel. We beginnen met team Murt. Jullie categorie is films. Films. Oh, ja? Avengers. Oké. Okay. Jij met een B, schat. Bones.
Ja, dit is wel best een serie. Stop de tijd. Bones, het is toch een serie, toch geen film, toch? Het is vast een film van gemaakt. Het is vast geen film. Nee. Een serie. Oké, laat de tijd lopen. Anna, een film met een B. Beauty and the Beast. Yes. C, Murt. Compton. Compton. Er is een film die uit Compton. Je hoort het. Oké, met een D. Death Row. Oké, je bent gangster. En dan is dat Death Row. Is toch een platenlabel of is het een film? Wacht even, stop de tijd. Is Death Row een film? Nee hoor. Nee. Een platenlabel. Nog nooit eerder gemaakt. En met een D, toch? Met een D. Veel met een D. Kijk ook, jullie nog een paar seconden. Roep iets. D. Doornroosje, ja. E. Earth. Ja, is het. Ja. F. Nee, ja. Nou, dat zei je tot met E. Daar komt het uit. Het is bij E gestopt. Howard en Danny. Yes. Jullie kunnen vanavond winnen. Team Dokla hier. Ja, let op. Oké. Jullie categorie is bekende Nederlanders. Howard met een A. Anita Meijer. B. Birgit Schuurman. C. Is het... Siske de Rat. D. Danny de Munk. Oké. Hey. Hallo, ga door. E. Evert Santegoeds. F. F. Frits Barend. G. George Baker. H. Henny Huisman. Oké, I. Imka Marina. J. Johan Cruijff. K. Karel Doorman. Ja, L. Leontine Ruiters. Ja, M. Martin Gaus. N. Wow, dat heb ik ook al gedeeld. Oké, let's go. Jullie categorie is dieren. Roué, met een A. Aap. Yes, B. Een bever. Bever, oh yes. C. Cavia. Ja, D. Een dinosaurus. Ja, E. Ezel. F. Flamingo. Hé, hey, Heimond. Ja, nu zeggen. G. Wat? G. Tijd. Ha. Hamilton? Stop de tijd. Hamilton. Oké, wij gaan de tijd laten lopen met een I. Wat had je? Hamster. Nee, helemaal. Oh ja, H, met een H. Met een H. Ik had hamster gezegd, maar dat. Ja, H, oké, met een I, Roué. I. Oh, wat gaat verder? I. 1, 2, stop! Jee, jee! Nee. Ga niet lekker. Jaguar! Goed gedaan! De winnaars van vanavond zijn Danny en Howard met 205. Klap voor ze. Dit was weer bij Dino in de straat. We gaan hier nog een feestje vieren. We zien je volgende week. Tot snel. Mwah! NTR, speciaal voor iedereen. Google, suggesties wat heel vaak wordt gezocht. Dus is Jan Dino getrouwd? Judeska? Een dinosaurus? Wie is Jan Dino? Je moeder. Maar dus dit zijn suggesties van Google, wat vaak op Google worden gezocht. We gaan beginnen. Per goed antwoord verdienen jullie 25 punten. Howard, jij mag beginnen. Jullie mogen beginnen. We tikken in. Waarom hebben vrouwen... Vrouw, welke gaan we spelen? Zeg jij het maar. Buien. Geen geduld. Waarom hebben vrouwen geen geduld? Geen geduld. Ik denk dat er rare mensen dingen zoeken, want ja? Dan denk ik borsten. Waarom hebben vrouwen... Ik weet het.
Waarom dan? Borsten. Om? Voor de man. Maar ik denk dat mensen stellen rare vragen op Google. Dus ik denk, waarom? Niet ik, maar mensen. Denk ik borsten. Waarom vrouwen borsten? Oké, let's go. Nee, Ruwe. Murt, waarom hebben vrouwen? Wat denk je dat vrouwen hebben? Wat denk je dat mensen? Heb je veel vriendinnen? Ja. Waar hebben jullie het meestal over? Wat, ja, op mijn leeftijd, op vliegers. Ja, maar... Ja. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Als je 30 jaar geleden had gevraagd... Wat zeggen mannen over vrouwen? Ja, ik wil eigenlijk zeggen, waarom hebben vrouwen altijd hoofdpijn op het moment dat je heel graag wil? Ja, dat vind ik een goede. En komen ze met je praten terwijl je gewoon televisie zit te kijken, hebben ze het altijd koud. En lopen ze eigenlijk de hele dag door te zeuren over die schoenen, waar ze pijn aan hebben. Ja. Ze die schoenen zelf hebben uitgekozen, een maat te krijgen. Oké, Murr, het gaat niet over jou. Het is één vraag. Jouw vriendinnen, maar dit gaat... Oké, wat willen we in? Wat ik net zei. Top. Wat je net zei is niet goed. Maar wat is wel goed? Meer vet. Dan wie? Dan wat? Dan alles. Dan patat. Luister, je moet het zo meteen invoeren op Google en dit is wat je krijgt. Wij zoeken maar suggesties. Dat is niet mijn schuld. Zo zeg je het wel. Oké, wat hebben we nog meer? Ja. Lang haar. Nah. Het altijd koud. Hij riep van alles. Maar ik was één ding. Ja, top. Ik reken hem goed. Waarom hebben vrouwen geen humor? Ja, maar dat is... Hey, Google, hè? Google. Ik denk dat het antwoord is daarom. We kijken even naar de stand. Het gaat Team Murt gaan aan de leiding. Wij gaan naar de volgende ronde. Een teamgenoot gaan versieren. Stop met klappen. En dat doen ze als een bekend persoon op muziek. De openingszin is iedere week hetzelfde en voor iedereen gelijk. Hey poppetje, ze krijgen de tijd zolang het liedje duurt. Wij beginnen met Murt. Murt, neem jouw prachtige dame 50 tinten heerlijkheid naar voren. Munt. Munt? Facebook, Instagram, over... Ja, mijn broers, dit, dat, weet je? Hier is munt. Munt, okay. Mossel. Oké. Murt, hier komt jouw eerste personage. Wow. Oké. Wacht, ik geef je de tijd. Neem het tot je. Oké, Murt. Is er klaar voor? Van wel. Nou, Murt, hier komt ie. Hey, poppetje! Hoe is het? Lekker. Hè? Huh? Lekker. Wat? Lekker. Oh, sorry. Ik luisterde naar mezelf op mezelf. Oké, dan. Kom je vaak hier? Ja? Jij nooit. Ik ben meestal in West te vinden. Aan de westkant. Weet je wel? Gewoon lekker in West chillen. Chillen met mijn mattie. Hoe zou je dat zelf een keer afbrengen? Kom ik bij je langs? Kom bij je thuis? Bel ik bij je aan? Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Huh? Hou je van honden? Ja. Wat je moet wel weten, een van mijn beste vrienden is een hond, hè? Dat zeggen ze trouwens ook van al mijn andere vrienden. Kijk, ik zie in die film van me. Maar het is niet meer zo, hè? Vroeger was ik zo. Vroeger had ik een attitude, maar dat is al lang niet meer zo. Oké, ik heb het gevoel dat Corina dit nooit wel langs als ze leven gaat raden. Als ze al 13 jaar... van honden houdt. Ja. En je hebt al 13 jaar geen doktertje meer gespeeld? Ja. Dan is de boel... Hij sneakte net nog eentje erin. Maar als jij deze raad krijgt, jij van mij 50 gulden. Want die heb ik nog. Wie denk jij... Dr. Zivago. Wie? Dr. Zivago. Dr. Zivago? Ik ben heel vaak ziek geweest, hè? Maar er is toch nooit, kun je daarmee assistent van Dr. Zivago? Dr. West? Wie is Dr. West? Zivago? Weet ik veel, kwam in me op. Het is een dokter, toch? Wat een fantastische vrouw. Kom, hoe vaak zo'n dokters in jouw hoofd, toch? Dat
is raar. Maar wat heeft die hond ermee te maken? Dat heeft de hond. Een van mijn beste vrienden. Die hond is één van mijn vet. Het is echt een snoepie. Dat is een snoep van de vet. Nou, ik ga toch... Dr. Dre. Ja. Hey, Howard, neem Danny mee naar voren. Let's go, Dan. Oké, man. Oh, wauw. Oké. Okay. 2015 kan het allemaal. Katja is er niet, dan zit ik ervoor. Oké, okay, nou, prachtig dan. Hey, Howard, hier komt jouw eerste personage. Daar komt-ie. Hey, poppetje. Hoe is het met jou? Eigenlijk moet ik rustig doen. Als professionele sporter kan ik me helemaal niet te veel uitgaan veroorloven. Maar nu ik jou heb gezien, denk ik, jou neem ik mee naar huis. En ik weet zeker, als ik jou eenmaal heb veroverd, dan plaats ik een tatoeage van jou hier op mijn buik. En elke keer als ik heb gescoord, dan laat ik hem zien aan de hele wereld. Ik neem je mee naar Turkije, ik neem je mee naar Spanje, waar dan ook. Want jij bent het voor mij. En ik zit er helemaal voor me, Danny. Als jij en ik een setje worden, dan krijgen we ook onze eigen afkorting. Dan zijn wij namelijk Westa, met z'n tweetjes. Ik neem je overal mee naartoe en ik zal altijd voor je zorgen. Nee, maar deze kill, Howard, ja? Die versiert niemand. Hij geeft informatie. Hij loopt rondjes. Dit is wat jij doet. Maar jij bent gewoon dit. Luister nou, het is dat, wat jij doet, ik weet niet wat jij doet. Jij loopt zo vaak om mij heen dat ze duizelig worden, vrouw neemt ze mee naar huis. Als je oplet in de natuur, echte roofdieren, die draaien rondjes om hun prooi. Dat is wat ik doe. Maar die roofdieren geven niet ondertussen meer informatie dan Wikipedia. Ik ga je eten. Ja. Ik ga je eten met een beetje zout en wat peper. Nee. Dat ga ik doen. Nou, oké. Okay. Danny? Ik denk Wesley Snijder. Nee. Oh. Ja, echt waar? Hij was wel moeilijk. Ja. Hij was moeilijk, hè? Hij was moeilijk. Hij was spannend, maar hij heeft het goed gedaan. Ja. Roué, neem haar mee. Neem haar mee. Maak ons trots. Roué, wil je haar alsjeblieft in de ogen gaan kijken en niet lager? Dankjewel. Oeh, ik word gelijk uitgekleed hier. Oh, ja, maar vorige keer werkte het wel. Ja. Oké, okay, top. Nou, oké, okay, daar gaat hij. Oké, okay. Neem het. Hold it. Let it go. Ah. Hey, papa. Hey, je lijkt een beetje op me. Daarom denk ik dat ik je leuk vind. Je lijkt op me. Hey, je kan goed dansen, maar als je wil, kan ik ook je privé danser worden, hoor. Je private dancer, als je wil. Hey, we hoeven niet echt een stelletje te worden of zo, hoor. We kunnen gewoon dat ding doen en laten. Weet je waarom? Liefde heeft daar niks mee te maken. Wat heeft liefde ermee te maken? Niks. Rollen op de rivier gaan we. We gaan rollen. Jij en ik gaan rollen op de rivier. Ik vind het heel moeilijk. Oké. Nou ja, Roué. Ik vond het een moeilijke moeilijk. Ja, je vond het moeilijk. Ja, ja. Toen ging jij richting. Jij deed Howard dingen. Bijna, hè? Bijna. Maar zag je hoe ik stopte? Want ik dacht, nee, Roué. Dat kan niet. Je zou ook nog in de spiegel kunnen aankijken. Morgenochtend. Kapotte spiegel. Je bent vader van kinderen, je moet het voorbeeld geven, ja, snap je? Ja. Oké. Okay. Oké, okay, ik moet nog zeggen, het kan een vrouw of een man zijn. Het moet niet per se een man zijn, per se een vrouw zijn. Heb je een idee? Het is iets of iemand. Nee. Het is altijd iemand. Het is altijd iemand. Maar heel vaak denken. Ja, het is geen hij of zij. Nee. Ik ga het nog uitleggen. Heel vaak denken mensen altijd, omdat ze versierd worden door een man, dat het ook een man moet zijn. Ik zeg, kan hoeft ook niet. Zijn. Het kan ook een vrouw zijn. Misschien was hij net een vrouw. Maar, dat ga ik niet voorzeggen. Misschien was hij gewoon een man. Misschien heb ik mijn mond niet houden. Maar hoogstwaarschijnlijk was het een vrouw. Ja. Dat is wat hij zegt. Ja. Maar dat gaat hij niet zeggen. Dat ga je niet zeggen, want dat is niet nee, want dan is het te makkelijk. Ja. Ja. Nee! Oh, ik heb ADD, ik ben het nu allemaal weer vergeten. Kijk, Howard zou bijvoorbeeld zeggen, hè? Er is een blad naar mij genoemd, het blad Tina. Dat zou Howard doen, hè? Ik ga echt mee. Dat zou Howard doen. Dat is het. Dat zou Howard doen. Nee. Geef me nu de naam.
Welke dame is het? Rolling, rolling, eenmaal, andermaal. Dat was Tina Turner. Oh ja. En voorgezegd. En dan nog niet. En nog voorgezegd bij. Dit is nog best moeilijk. Maakt niet uit, schat. Maakt niet uit. Ik kijk even naar de stand. Team Murd gaan aan de leiding. We gaan naar de volgende ronde. Voor de show heb ik een telefoon van iemand gepakt hier in het publiek. En de teams moeten zometeen gaan raden van wie deze phone is. Willen de eigenaren, de potentiële eigenaar van deze telefoon, opstaan? Yes, yes, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Op deze telefoon ben ik een aantal dingen tegengekomen. En die moeten jullie gebruiken als aanwijzingen. Oké? Okay? Nummer 1. Dit is het nummer die op dit telefoon stond. Love me, love me tender, Elvis Presley. Ik kwam ook deze foto tegen. Wat? Deze foto. En dit was de laatste WhatsAppje op deze telefoon. En Dre Hazes, zoals hij nu is, die spieren, woei! Het is aan jullie om te raden van wie deze telefoon is. Elke team mag een vraag stellen aan een van die personen achter mij. Wie het goed raadt, krijgt 25 punten. We beginnen met Roué. Roué, overleg van wie is deze telefoon? Dus Elvis. Mm-hmm. Het is iemand die luistert naar Elvis. Mm-hmm. Love me tender. Mm-hmm. Jij denkt meteen twee. Waarom? De manier waarop zij keek naar dat daar. Woe! Zij keken naar het hoe beeld. Keek ze? Hoe keek ze? Herkenning bij die foto met die palmboom, voordat hij bijna kwam, glimlachte ze als enige. Dus ik zag dat ze affiniteit met die foto's had. Oké, dus we stellen een vraag aan nummer 2. Van welk album van Elvis is dit nummer? Die is uit 1968. Oké, zij zegt... Wat jij vroeg we nemen dat mee. Kijk, iemand anders had gelijk gezegd, pff, geen idee, maar zij ging echt nadenken erover. Oké, cool. Murd. Wie van deze drie? Ja. Drie. Hij heeft een boompje op zijn shirt, dus misschien heeft hij een soort liefde voor bomen. Hè, dat die... Zegt hij love me tender. Love me tender tegen die bomen. Ja. Toch? Dat hij in het park zo. Ja. Meneer wilt u die boom laten, but she loves me tender. Ze kijkt heel kritisch. Maar jullie ja, want ik mix met een tussen 1 en 3. Ja, dan stel je een vraag aan 1. Ja, waarom hou je van palmbomen? Waarom ik van palmbomen hou? Nou, ik hou helemaal niet zo van palmbomen. Maar het was een regenachtige dag en ik was net een dag terug weer in Nederland. En het kwam met bak uit de hemel. En toen zag ik bij die palmboom, toen dacht ik, nou, toch nog een beetje zomergevoel. Nou, fantastisch. Dank. Dank. Ik twijfel ineens ook. Maar goed, jullie hebben jullie vraag kunnen stellen. Team Howard. Jij en Danny, Howard en Danny. Nou ja, wij zijn al een tijdje aan het overleggen. We hebben zo verschillende theorieën bij verschillende mensen. Hè? Ja. Ik dacht, ja, misschien meneer 3, omdat hij oud genoeg is voor Elvis. Ja. Hoe? Danny, dat weet je niet. Misschien is hij net 17, oké? Okay? En dan komt hij uit Angola, heeft een probleem met zijn paspoort straks. Even normaal doen. Ik bedoelde het. Hij bedoelde het juist goed. Ik ook. Nou, oké. Maar hij is waarschijnlijk oud genoeg. Maar wij dachten ook, naar aanleiding van die tweet over Dre en zijn spieren, dat hij zegt, Dre, hoe doe je niet uit met die spieren? Woei, dat hij me uitlacht. Omdat meneer 3 groot is. Maar Dre Hazes is nu ook, hij is aan het trainen. Dre Hazes ziet er ook nu, is ook best wel groot. Oké, cool. Ja, dus jullie denken. Vergeleken bij meneer 3. Ja, maar daar is niemand groot. Maar oké, prima. Oké. Ja. Maar we hebben toch besloten om een... we willen graag een Elvis-gerelateerde vraag stellen aan meneer 3. Weet u waar Elvis begraven ligt? In... Ja, dat is goed. Hij staat in IT, hè. Je kan hem niet zomaar pakken gooien. Disneyland. Graceland. Are you for real? Dus jij wil zeggen dat er kleine kinderen... Kijk eens! kijk eens wie hier ligt! Nee, wij hebben. Maar daarna, je corrigeerde jezelf. Graceland. Graceland. Een heel ander park. Oké, jongens, dit is nu de tijd om iets op te gaan schrijven. Alsjeblieft, 1, 2 of 3. Schrijf alsjeblieft een bord op. Wie denk jij dat de eigenaar, rechtmatig eigenaar is van de telefoon? Oké.
Maar mag ik even aan jullie twee vragen, Danny en Howard? Hoezo gaan jullie opeens wisselen? Want jullie waren ook net zeker. Nee, we hebben een vraag aan hem gesteld. Maar jullie wisten al meteen? We hebben een tactiek bedacht. Ben ik benieuwd naar. Wij stelden meneer de vraag. En toen zagen we meneer één kijken van, nou, dat weet hij nooit. Toen wisten we dat is één. Oké. Wil de eigenaar van de telefoon blijven staan en de rest gaan zitten? Ja. Dat is een lichtblauwe telefoon. Meneer, mogen we uw naam weten? Ja, ik ben Romeiko Nieuweland. Hoe? Romeiko? Romeiko. Romeiko, dat is een coole naam. Aparte naam, hè? Waar komt het vandaan? Ik zou het niet weten, uit een boekje. Uit een boekje? Ja. Kijk, je hebt dat boekje dan nooit. Romeiko? Romeiko. Romeiko, waar kom je vandaan? Ik kom uit Hoogvliet. Hoogvliet, natuurlijk. En Romeiko, leg een paar dingen uit. Elvis Presley? Ja, ik ben een groot Elvis-fan. Elvis-fan zelfs. Echt maar fan. Echt wat je denkt van, oké, straatverbod-fan. Wat voor fan? Echt fan. Fan. Verklaar dat laatste berichtje dan. Ja, nou, ik val op jongens. En ik vind het gewoon een onwijs lekker ding, echt. Oké. Ja. Wat ik al. Helemaal met je spieren. Ja, dat ben ik wel aan. Ik ga me toch af, hè. Ja? Gewoon een persoonlijke vraag. Ja? Je valt op jongens, op mannen. Ja. Als je mij ziet lopen, gewoon zo. En je zou me niet, kennen. Je zit op een terrasje wat te drinken, je kent me niet. Ja. En ik loop gewoon alleen zo. Hoe loop je? Ik ook. Hoe loop je? Loop nooit zo. Nee, maar die dag loop ik. Nee. Gil, wij hebben vaak genoeg samen gewoon. Ik heb je nog nooit dat ik naast je liep en ineens zie ik jou. Oké, mijn vraag is, ik heb het afgevraagd, hè? Dan zit je op het terras, je drinkt wat, het is zomers, het is in palmbomen. En ik loop zo langs en ik ga ook alleen aan tafel zitten. Mm-hmm. Wat zou je denken? Zou je denken, hé, dat is een lekker ding? Of? Nee. NTR. Het gaat om de gezelligheid. Ik ga ze bijhalen. Mijn team kent het al vanavond. Laat je gaan voor Ruey Beweer. Howard Kopp en Beurt Mosso. Yes, een hele goede avond. Goedenavond, welkom, heerlijk applaus, ongedwongen, gezellig. En spontaan. Nee, we gaan een half uur lang spelletjes spelen. Degene die als eerste drukt, die mag kiezen. Ik heb een Melf, een heel... Gierig, hè? Yomi de Melf! Wow. Oké. Okay. Als je hoort Melf, waar wacht je? Oké, Ruey, jij krijgt de Milf. Wat ik wilde zeggen was, ik heb naast de Milf. Nee, breng die Milf. We hebben ook nog een Hindoestaanse nachtegaal en een tijgertje. Maar dat komt zo. Deze Milf met prachtige groene ogen is gewoon nog single. Ze zegt zelf dat het komt omdat ze altijd verliefd wordt op de verkeerde. Maar misschien komt het omdat ze eigenlijk een man had moeten zijn. Een soort van een Caitlyn Jenner. Maar dan, andersom. Ik leg het uit. Ben je nog blij? Die andere? Nee. Ze danst graag op sexy blakke muziek. Ben benieuwd. Hier is Edme van Straten. En mijn braaf aan. Wat doe je? Kun je niet? Ze zegt, dit is die grote zwarte. Is die? Knop. En nee, ik zie een prachtige dame voor me. Maar je wilde een man zijn, leg uit. Nou ja, het is wel zo dat ik meestal one of the guys ben. En vrouwen wel vaak wat gecompliceerder zijn dan mannen. Mm-hmm. En mannen ook met meer weg komen dan vrouwen. En we staan op 2-0 achter omdat we staand niet kunnen plassen en we moeten baren. Jullie kunnen het wel, staand plassen. Jullie doen het niet. Tenminste, bijna allemaal doen het niet. Ik was een keer op een festival en ik zag het eentje doen en ik wil het nooit meer.
Nou, dit is dat. Murt, ik ga naar jou. Wil jij een tijgertje of een Hindoestaanse nachtegaal? Wat wil jij? Tijgertje. Tijgertje, oké. Deze prettig gestoorde Amsterdamse is twee keer gescheiden. En noemt haar huwelijken de grootste blunders van haar leven. Haar lovers hebben haar de bijnaam Tigri genoemd, oftewel Tijgertje. En het is ook niet gek als je bedenkt dat je haar 's nachts alleen maar wakker mag maken voor een stevig potje 50 tinten. Hier is Corina Klaassen! Ja, Rick. Wel een hele rare tijger, toch? Dit is een. Wel een lieve tijger. Hallo, tijger. Hallo. Corina, jij, leg even uit. Bij jou 's nachts wakker maken, 50 tinten. Wat bedoelt de een met zoiets? Nou, iets meer krijgen dan dat ik de afgelopen 13 jaar heb gehad, zeg maar. Oké. Hallo, mevrouw. Dan bent u bij Murt aan het juiste adres. Murt? Wauw. Murt? Jij gaat vanavond eten. Nee, maar even, het klinkt toch als straf. 13 jaar niet. Ja, maar 13 jaar niet gewoon. Nee. Maar was het niet goed of heb jij niks gehad? Mag ik erover praten? Straks met Murt. Kleedkamer 3. Nou, dan blijf je voor jou houden. Een Hindoestaanse nachtegaal. Daar komt hij. Deze Hindoestaanse nachtegaal is trots op zijn biceps. Hij houdt van reggae. Laat hem nou uitpraten. Hij houdt van reggae. Hij houdt van Zoek en André Hazes. Hij droomt van een date met Katje Schuurman. Maar die is er vanavond niet. Dus zal hij het bij jou moeten doen. Hier is Danny Panda. Dankjewel. Je komt op een soort van rennen wat je deed. Aha. En hier achter deze dingen staan er je. Danny! Dan was het gelukt. Hé, hey, Danny, hoe klinkt een Hindoestaanse André Hazes nachtegaal? Moet ik het zingen? In een discotheek. Van de week. Van de week, hè? Ik weet het niet, maar ik hou mijn hele leven van André Hazes. Je houdt je hele leven van André Hazes? Ja, dus ik hou van reggae en André Hazes. En Zoek. En Zoek. En Katja Schuurman. Heel veel. Dat is een rare rotti, ik weet niet precies. Dit is een rare mix. Maar je bent single? Ja. Je bent op zoek? Zij ook. Wat moet... Hey, zij ook. Ik weet het. We gaan naar de eerste ronde. We zoeken allemaal wel eens iets op Google. En het fijne aan Google is dat je maar een paar woorden in hoeft te tikken. En meteen komt Google zelf met een aantal zoeksuggesties. Bijvoorbeeld, ik typ in, is Jan Dino? En dan geeft Google... Sorry. Niet? Nee, je bent echt een type, sorry. Nee, sorry. Heel raar gesprek. Hier is je telefoon. Yes. Howard en Murt hadden het goed. Dat brengt de stand op 70 punten voor Team Murt. Samen met zijn Corina. We spelen de speech. De teamcaptains krijgen van mij steekwoorden, een gezegde en een openingszin waarmee ze een onvergetelijke, een kloppende, een speech moeten maken waar je u tegen zegt. Dat ik alle woorden heb opgenoemd, mag de teamgenoot ook nog een woordje geven. We beginnen met Team Howard. Oké. Hier komen jouw woorden. Bordeel. Bordeel. Toeslag. Toeslag. Miss Fabulicious. Miss Fabulicious. Rode peper. Rode peper. Parachute. Parachute. Waterbed. Waterbed. Gezegde. Op elk potje past een dekseltje. En elk potje past een dekseltje. Danny, nog een woord. Goedkoop. Goedkoop. Top. Jouw openingszin is zo. Ik heb me toch zin. Zo. Ik heb me toch zin in lekker goedkoop. Maar goed, dan moet je dus naar een bordeel. En... In principe zeggen ze, op elk potje past een deksel. Maar ik ben benieuwd welk bordeel voor mij een deksel heeft. Wordt het een bordeel waar ik met een parachute binnen donder meteen op het waterbed? Of wordt het een bordeel waar ze meer zoiets hebben van... Ja, jij met je rode peper. Hè? Doe maar voorzichtig. Dat is natuurlijk de vraag.
Wat waren die andere pokkenwoorden nou ook al? Daar was nog een woord? Daar was nog een woord. Maar dat was de tijd. Dit heb je heel goed gedaan, want je hebt voor jouw team 60 punten verdiend. Okay. Je hebt 6 goed gehad. 6 goed gedaan. Murk, alsjeblieft neem plaats achter onze fijne katheder. Hier komen jouw woorden. TBS Kliniek, draaideur crimineel, baron van Münchhausen, levenslang, weerbericht, punaise, gezegde, praatjes vullen, geen gaatjes. Corina, nog een woord? Wilders. Wilders. Jouw openingszin is, en opeens... En opeens wist ik het, aangezien mensen mij vaak hadden betiteld als iemand die rare dingen zegt in de zin van Wilders. Dacht ik, nee, ik ben niet zo, ik ben totaal anders, ik ben de baron van Münchhausen. Ik weet gewoon alles in de wereld, als ik ergens naar kijk, weet ik gewoon dit gaat gebeuren. Ik heb mensen laatst gewaarschuwd, het weerbericht wat ik gaf, binnenkort gaat het punaises regenen, niemand gelooft me. En ik heb daarom, omdat ik al dit soort dingen gewoon op straat zeg, heb ik een tijdje vastgezeten in een TBS kliniek. Nou, 2-3 keer. Ik ben ondertussen bijna een draaideur crimineel. Maar ik blijf geloven in je moet gewoon jezelf zijn en gewoon zeggen wat je te zeggen hebt. Heel goed. Wow. Oh, vet. Nee, heel goed. Jij hebt in totaal 70 punten. Oké, Roué. Roué, hier komt het. Sesamstraat, konijn, buitenschoolse opvang, achterbuurt, knipperlicht, stomme vogel, gezegde, daar zit een luchtje aan. Lieverd, nog een woord? Milf. Oeh, yes. Oh, milf. Oké. Open eens in. Hallo, kindjes. Hallo, kindjes. Jullie denken natuurlijk, kijk hem, dat is een clown. Maar ik ben geen clown. En dit is geen Sesamstraat. Dit is bij Dino in de straat. Anders is het bij Pino in de straat. Maar dat is gewoon Dino. Dat is gewoon Dino. Ja? Ja. Hij heeft me hier gevraagd, hier in deze achterbuurt. Kijk wat er allemaal hier rondloopt. Prostituee. Dat was bij mij. Als ik geld had, zou ik erop springen en tekeer gaan als een konijn. Wat? Wat staat er nou in? Yes. Je had ook nog mail. Je had allemaal dingen. Zie je? Mails moest ik hebben. Maar je verwarde het met prostituee. Ja. Hey. Hou het! Hou je bij Danny, hè? Ik heb geen idee hoeveel woorden ik in mijn hoofd heb. Nou, je hebt in ieder geval 3 goed geraden. Dat zijn 30 punten. 30 punten. Ja, dit is niet eens applaus, mensen. Ja. Yes, de stand is 140 voor team Murt, 125 voor team Howard en 50 punten Grijs. Voor. Hey, wie het kleine niet eert, die heeft verloren. Oké, dat betekent dat jullie echt aan de bak moeten gaan. Maar er kan van alles gebeuren, want het is tijd voor de finales klappen. En dat doen ze als een bekend persoon op muziek. De openingszin is iedere week hetzelfde en voor iedereen gelijk. Hey, poppetje, ze krijgen de tijd zolang het liedje duurt. Wij beginnen met Murt. Murt, neem jouw prachtige dame. 50 tinten heerlijkheid naar voren. Munt. Munt? Facebook, Instagram, over. Ja, mijn broers, bewijk dit, dat. Weet je, hier is munt. Munt, mossel. Oké, Munt. Hier komt jouw eerste personage. Wow. Oké, ik geef je tijd. Neem een totje. Oké, Murt.
Is er klaar voor? Bang van wel. Nou, Murt, hier komt ie. Hey, poppetje! Hoe is het? Lekker. Hè? Huh? Lekker. Wat? Lekker. Oh, sorry. Ik luister naar mezelf op mezelf. Kun je dat? Kom je vaak hier? Ja? Jij nooit. Ik ben meestal in West te vinden. Aan de westkant. Weet je wel? Gewoon lekker in West chillen. Chillen met mijn matties. Hoe zou je slim dat zelf een keer afbrengen? Kom ik bij je langs? Kom bij je thuis? Bel ik bij je aan? Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Huh? Hou je van honden? Ja. Wat je moet wel weten, een van mijn beste vrienden is een hond, hè? Dat zeggen ze trouwens ook van alle andere vrienden. Kijk, ik zie in die film van me. Maar het is niet meer zo, hè? Vroeger was ik zo. Vroeger had ik een attitude, maar dat is al niet meer zo. Oké, ik heb het gevoel dat Corina dit nooit van langs als ze leven gaat raden. Als ze al 13 jaar van honden houdt, ja. En je hebt al 13 jaar geen doktertje meer gespeeld? Ja. Dan is de boel... Hij sneakte net nog eentje erin. Maar als jij deze raad krijgt, jij van mij 50 gulden. Want die heb ik nog. Wie denk jij? Dokter Chivago. Wie? Dokter Chivago. Dokter Chivago? Ik ben heel vaak ziek geweest, hè? Maar er is toch nooit, kun je daarmee assistenten van Dr. Chivago? Dr. West? Wie is Dr. West? Weet ik, veel kwam in me op. Het is een dokter, toch? Wat een fantastische vrouw. Kom op, vaak zo'n dokter in je hoofd, toch? Dat is raar. Maar wat heeft die hond ermee te maken? Dat heeft de hond. Een van mijn beste vrienden. Die hond is één van mijn... Het is echt een snoepie. Die echt... Dat is een snoep van de vet. Nou, ik ga toch... Dr. Dre. Ja. Hey, Howard, neem Danny mee naar voren. En dan nog niet. En nog voorgezegd bij! Dit is nog best moeilijk. Maakt niet uit, schat. Maakt niet uit. Ik kijk even naar de stand. Team Murt gaan aan de leiding. We gaan naar de volgende ronde. Voor de show heb ik een telefoon van iemand gepakt hier in het publiek. En de teams moeten zometeen gaan raden van wie deze phone is. Willen de eigenaren, de potentiële eigenaar van deze telefoon, opstaan? Yes, yes, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Op deze telefoon ben ik een aantal dingen tegengekomen. En die moeten jullie gebruiken als aanwijzingen. Oké? Okay? Nummer 1. Dit is het nummer die op dit telefoon stond. Love me tender. Elvis Presley. Ik kwam ook deze foto tegen. Wat? Deze foto. En dit was de laatste WhatsAppje op deze telefoon. En Dre Hazes, zoals hij nu is, die spieren. Woei! Het is aan jullie om te raden van wie deze telefoon is. Elke team mag een vraag stellen aan een van die personen achter mij. Wie het goed raadt, krijgt 25 punten. We beginnen met Roué. Roué, overleg van wie is deze telefoon? Dus Elvis. Mm-hmm. Het is iemand die luistert naar Elvis. Mm-hmm. Love me tender. Mm-hmm. Jij denkt meteen twee. Waarom? De manier waarop zij keek naar dat daar. Zij keken naar het beeld. Hoe keek ze? Herkenning bij die foto met die palmboom. Voordat hij bijna kwam, glimlachte ze als enige. Dus ik zag dat ze affiniteit met die foto's had. Oké, dus we stellen een vraag aan nummer 2. Van welk album van Elvis is dit nummer? Die is uit 1968. Oké, zij zegt... Wat jij vroeg we nemen dat mee. Kijk, iemand anders had gelijk gezegd. Pff, geen idee, maar zij ging echt nadenken erop. Oké, cool. Murt. Wie van deze drie? Ja. Drie. Hij heeft een boompje op zijn shirt, dus misschien heeft hij een soort liefde voor bomen. Hè, dat die... Zegt hij love me tender. Love me tender tegen die bomen. Ja. Toch? Dat hij in het park zo. Ja. Meneer, wilt u die boom laten, but she loves me tender. Ze kijkt heel kritisch. Maar jullie doen ja, niks met een sms'je. Tussen 1 en 3. Nou, dan stel je een vraag aan 1. Ja. Waarom hou je van palmbomen? Waarom ik van palmbomen hou? Nou, ik hou helemaal niet zo van palmbomen. Maar het was een regenachtige dag en ik was net een dag terug weer in Nederland. Okay. En het kwam met bak uit de hemel. En toen zag ik bij die palmboom, toen dacht ik, nou, toch nog een beetje zomergevoel.
Nou, fantastisch. Dank. Dank aan de... Ik twijfel ineens ook. Alsjeblieft, neem plaats achter onze fijne katheder. Hier komen jouw woorden. TBS-kliniek. Draaideurcrimineel. Baron van Münchhausen. Levenslang. Weerbericht. Punaise. Gezegde. Praatjes vullen geen gaatjes. Corina, nog een woord? Wilders. Wilders. Jouw openingszin is... En opeens? En opeens wist ik het. Aangezien mensen mij vaak hadden betiteld als iemand die rare dingen zegt in de zin van Wilders. Dacht ik, nee, ik ben niet zo. Ik ben totaal anders. Ik ben de baron van Münchhausen. Ik weet gewoon alles in de wereld. Als ik ergens naar kijk, weet ik gewoon dit gaat gebeuren. Ik heb mensen laatst gewaarschuwd. Het weerbericht wat ik gaf, binnenkort gaat het punaises regenen. Niemand gewoon. En ik heb daarom, omdat ik al dit soort dingen gewoon op straat zeg, heb ik een tijdje vastgezeten in een TBS-kliniek. Nou, 2-3 keer. Ik ben ondertussen bijna een draaideur crimineel. Maar ik blijf geloven in je moet gewoon jezelf zijn en gewoon zeggen wat je te zeggen hebt. Heel goed. Wow. Oh, vet. Nee, heel goed. Jij hebt in totaal 70 punten. Oké, Roué. Roué, hier komt het. Sesamstraat. Konijn. Buitenschoolse opvang. Achterbuurt. Knipperlicht. Stomme vogel. Gezegde. Daar zit een luchtje aan. Lieverd, nog een woord? Milf. Oeh, yes. Oh, milf. Oké. Open eens in. Hallo, kindjes. Hallo, kindjes. Jullie denken natuurlijk, kijk hem, dat is een clown. Maar ik ben geen clown. En dit is geen Sesamstraat. Dit is bij Dino in de straat. Anders is het bij Pino in de straat. Maar dat is gewoon Dino. Dat is gewoon Dino. Ja? Ja. Hij heeft me hier gevraagd, hier in deze achterbuurt. Kijk wat er allemaal hier rondloopt. Prostituee. Dat was bij mij. Als ik geld had, zou ik erop springen en tekeer gaan als een konijn. Wat? Wat staat er nou in? Yes. Je had ook nog mail. Je had allemaal dingen. Zie je? Milf moest ik hebben. Maar je verwarde het met prostituee. Ja. Hey. Hou het! Koud. Hey. Hij riep van alles. Maar ik was één ding. Ja, top. Ik reken hem goed. Waarom hebben vrouwen geen humor? Oh. Maar dat is... Hey. Google, hè. Google. Ik denk dat het antwoord is daarom. We kijken even naar de stand. Het gaat. Team Murt gaan aan de leiding. Wij gaan naar de volgende ronde. Tijd voor pick-up lines. De school is teamgenoot gaan versieren. Stop met klappen. En dat doen ze als een bekend persoon op muziek. De openingszin is iedere week hetzelfde en voor iedereen gelijk. Hey, poppetje. Ze krijgen de tijd zolang het liedje duurt. Wij beginnen met Murt. Murt, neem jouw prachtige dame 50 tinten heerlijkheid naar voren. Munt. Munt? Wacht. Facebook, Instagram, over... Ja, mijn broers, dit, dat, weet je. Hier is munt. Munt, mossel. Oké. Murt, hier komt jouw eerste personage. Oké, ik geef je tijd. Neem het tot je. Oké, Murt, is er klaar voor? Wel. Nou, Murt, hier komt ie. Hey, poppetje!
Hoe is het? Lekker. Huh? Lekker. Wat? Lekker. Oh, sorry. Ik luister naar mezelf op mezelf. Kun je dat? Kom je vaak hier? Ja? Jij nooit. Ik ben meestal in West te vinden. Aan de westkant. Weet je wel? Gewoon lekker in West chillen. Chillen met mijn mattie. Hoe zou je Slinda zelf een keer afbrengen? Kom ik bij je langs? Kom ik bij je thuis? Bel ik bij je aan? Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Huh? Hou je van honden? Ja. Wat je moet wel weten, een van mijn beste vrienden is een hond, hè? Dat zeggen ze trouwens ook van alle andere vrienden. Kijk, zie je die film van me? Maar het is niet meer zo, hè? Vroeger was ik zo. Vroeger had ik een attitude, maar dat is al niet meer zo. Oké, ik heb het gevoel dat Corina dit nooit van langs als ze leven gaat raden. Als ze al 13 jaar van honden houdt, ja. En je hebt al 13 jaar geen doktertje meer gespeeld? Ja. Dan is de boel... Hij sneakte net nog eentje erin. Maar als jij deze raad krijgt, jij van mij 50 gulden. Want die heb ik nog. Wie denk jij? Yes, goed gedaan. Murk, alsjeblieft neem plaats achter onze fijne katheder. Hier komen jouw woorden. TBS Kliniek, draaideurcrimineel, Baron van Münchhausen, levenslang, weerbericht, punaise, gezegde, praatjes vullen, geen gaatjes. Corina, nog een woord? Wilders. Wilders. Jouw openingszin is, en opeens... En opeens wist ik het, aangezien mensen mij vaak hadden betiteld als iemand die rare dingen zegt, in de zin van Wilders, dacht ik, nee, ik ben niet zo, ik ben totaal anders, ik ben de baron van Münchhausen. Ik weet gewoon alles in de wereld, als ik ergens naar kijk, weet ik gewoon dit gaat gebeuren. Ik heb mensen laatst gewaarschuwd, het weerbericht wat ik gaf, binnenkort gaat het punaises regenen, niemand gelooft me. En ik heb daarom, omdat ik al dit soort dingen gewoon op straat zeg, heb ik een tijdje vastgezeten in een TBS kliniek. Nou, 2-3 keer. Ik ben ondertussen bijna een draaideur crimineel. Maar ik blijf geloven in je moet gewoon jezelf zijn en gewoon zeggen wat je te zeggen hebt. Heel goed. Wow. Oh, vet. Nee, heel goed. Jij hebt in totaal 70 punten. Oké, Roué. Roué, hier komt het. Sesamstraat, konijn, buitenschoolse opvang, achterbuurt, knipperlicht, stomme vogel, gezegde, daar zit een luchtje aan. Lieverd, nog een woord? Milf. Oeh, yes. Oh, milf. Oké. Open eens in. Hallo, kindjes. Hallo, kindjes. Jullie denken natuurlijk, kijk hem, dat is een clown. Maar ik ben geen clown. En dit is geen Sesamstraat. Dit is bij Dino in de straat. Anders was het bij Pino in de straat. Maar dat is gewoon Dino. Dat is gewoon Dino. Ja? Ja. Hij heeft me hier gevraagd, hier in deze achterbuurt. Kijk wat er allemaal hier rondloopt. Prostituee. Dat was bij mij. Als ik geld had, zou ik erop springen en tekeer gaan als een konijn. Wat? Wat staat er nou weer? Je had ook nog mail. Je had allemaal dingen. Zie je? Mails moest ik hebben. Maar je verwarde het met prostitutie. Hoe is het met jou? Eigenlijk moet ik rustig doen. Als professionele sporter kan ik me helemaal niet te veel uitgaan veroorloven. Maar nu ik jou heb gezien, denk ik, jou neem ik mee naar huis. En ik weet zeker, als ik jou eenmaal heb veroverd, dan plaats ik een tatoeage van jou hier op mijn buik. En elke keer als ik heb gescoord, dan laat ik hem zien aan de hele wereld. Ik neem je mee naar Turkije, ik neem je mee naar Spanje, waar dan ook. Want jij bent het voor mij. En ik zit er helemaal voor me, Danny. Als jij en ik een setje worden, dan krijgen we ook onze eigen afkorting. Dan zijn wij namelijk Westa, met z'n tweetjes. Ik neem je overal mee naartoe en ik zal altijd voor je zorgen. Neem maar. Deze kerel, Howard, ja.
die versiert niemand. Hij geeft gewoon informatie. Hij geeft informatie. Hij loopt rondjes. Dit is wat jij... Howard, dit is wat jij doet. Maar jij doet gewoon dit. Luister nou, het is dit, na. Wat jij doet, ik weet niet wat jij doet. Jij loopt zo vaak om mij heen dat ze duizelig worden. Vrouw, 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 neemt die ze mee naar huis. Als je oplet in de natuur, echte roofdieren, die draaien rondjes om hun prooi. Dat is wat ik doe. Maar die roofdieren geven niet ondertussen meer informatie dan Wikipedia. Ik ga je eten. Ja. Ik ga je eten met een beetje zout en wat peper. Nee. Dat ga ik doen. Nou, oké. Danny? Ik denk Wesley Snijder. Nee! Ja! Echt waar? Hij was wel moeilijk. Ja. Hij was moeilijk, hè? Hij was moeilijk. Hij was spannend, maar hij heeft het goed gedaan. Ja. Roué, neem haar mee. Neem haar mee. Maak ons trots. Roué, wil je haar alsjeblieft in de ogen gaan kijken en niet lager? Dankjewel. Ik word gelijk uitgekleed hier. Oh, ja, maar vorige keer werkte het wel. Ja. Oké, top. Nou, oké, daar gaat hij. Oké, neem het, neem het, neem het, hold it, let it go. Hey, papa, hey, je lijkt een beetje op me. Daarom denk ik dat ik je leuk vind, je lijkt op me. Hey, je kan goed dansen, maar als je wil, kan ik ook je privé danser worden, hoor. Je private dancer, als je wil. Hey, we hoeven niet echt een stelletje te worden of zo, hoor. We kunnen gewoon dat ding doen en laten. Weet je waarom? Liefde heeft daar niks mee te maken. Wat heeft liefde ermee te maken? Niks. Ken je dat? Dan ga je daar rollen. Rollen op de rivier gaan we. We gaan rollen. Jij en ik gaan rollen op de rivier. Ik vind het heel moeilijk. Okay, misschien meneer 3, omdat hij oud genoeg is voor Elvis. Ja. Danny, dat weet je niet. Misschien is hij net 17, oké? Okay? En dan komt hij uit Angola, heeft een probleem met zijn paspoort straks. Even normaal doen. Ik bedoelde het. Hij bedoelde het juist goed. Ik ook. Nou, oké. Okay. Maar hij is waarschijnlijk oud genoeg. Maar wij dachten ook, naar aanleiding van die tweet over Dre en zijn spieren, dat hij zegt, Dre, hoe er niet uit met die spieren, woei, dat hij me uitlacht. Omdat meneer 3 groot is. Maar Dre Hazes is nu ook, hij is aan het trainen, Dre Hazes ziet er ook nu, is ook best wel groot. Oké, okay, cool, ja, dus jullie dit. Vergeleken bij meneer 3. Ja, maar er is niemand groot, maar oké, okay, prima, oké. Okay. Maar we hebben toch besloten om een, we willen graag een Elvis-gerelateerde vraag stellen aan meneer 3. Weet u waar Elvis begraven ligt? In, Ja, dat is goed. Hij zat in iets, hè. Je kan hem niet zomaar buiten gooien. Disneyland. Graceland, Graceland. Are you for real? Dus jij wil zeggen dat er kleine kinderen... Kijk eens! kijk eens wie hier ligt! Nee, vijven. Maar daarna, je corrigeerde jezelf. Graceland. Graceland. Een heel ander park. Oké, jongens, het is nu de tijd om iets op te gaan schrijven. Alsjeblieft, 1, 2 of 3. Schrijf alsjeblieft een bord op. Wie denk jij dat de eigenaar, rechtmatig eigenaar is van de telefoon? Oké. Okay. Maar mag ik even aan jullie twee vragen, Danny en Howard? Hoezo gaan jullie opeens wisselen? Want jullie waren ook net zeker. Nee, we hebben een vraag aan hem gesteld. Maar jullie wisten al meteen? We hebben een tactiek bedacht. Ben ik benieuwd naar. Wij stelden meneer de vraag. En toen zagen we meneer 1 kijken van, nou, dat weet hij nooit. Toen wisten we, dat is 1. Oké, wil de eigenaar van de telefoon blijven staan en de rest gaan zitten? Ja. Dat is een lichtblauwe telefoon. Meneer, mogen we uw naam weten? Ja, ik ben Romeiko Nieuwland. Hoe? Romeiko? Romeiko. Romeiko, dat is een coole naam. Wat naam, hè? Waar komt het vandaan? Ik zou het niet weten, uit een boekje. Uit een boekje? Ja. Ik heb dat boekje nog nooit. Romeiko, waar kom je vandaan? Ik kom uit Hoogvliet. Hoogvliet, natuurlijk. En Romeiko, leg een paar dingen uit. Elvis Presley? Ja, ik ben een groot Elvis-fan. Elvis-fan zelfs. Heel goed, ja. Echt maar fan-fan? Of ja, echt wat je denkt van, oké, okay, straatverbod-fan. Wat voor fan? Echt fan-fan. Fan-fan-fan. Verklaar dat laatste berichtje dan. Ja, nou, ik val op jongens. En ik vind het gewoon een onwijs lekker ding, echt. Oké. Ja. Nou, wat ik. Helemaal met de spieren. Ja.
Dat hebben we nooit gedaan. Hey, hey, hey. Ik vraag me toch af. Ik vraag me toch af, hè? Ja? Gewoon een persoonlijke vraag. Ja? Je valt op jongens, op mannen. Ja. Als je mij ziet lopen. Ja? Jij nooit. Ik ben meestal in West te vinden. Aan de westkant. Weet je wel? Gewoon lekker in West chillen. Chillen met mijn mattie. Hoe zou je Slinda zelf een keer afbrengen? Kom ik bij je langs? Kom ik bij je thuis? Bel ik bij je aan? Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Huh? Hou je van honden? Ja. Wat je moet wel weten, een van mijn beste vrienden is een hond, hè? Dat zeggen ze trouwens ook van al mijn andere vrienden. Kan je ook zien in die film van me? Maar het is niet meer zo, hè? Vroeger was ik zo. Vroeger had ik een attitude, maar dat is al lang niet meer zo. Oké, ik heb het gevoel dat Corina dit nooit van langs als ze leven gaat raden. Als ze al 13 jaar van honden houdt, ja? En je hebt al 13 jaar geen doktertje meer gespeeld? Ja. Dan is de boel... Hij sneakte net nog eentje erin. Maar als jij deze raad krijgt, jij van mij 50 gulden. Want die heb ik nog. Wie denk jij? Dokter Chivago. Wie? Dokter Chivago. Dokter Chivago? Ik ben heel vaak ziek geweest, hè? Maar er is toch nooit, kun je daarmee assistenten van dokter Chivago? Dokter West? Wie is dokter West? Weet ik, veel kwam in me op. Het is een dokter, toch? Wat een fantastische vrouw. Kom maar vaak zo'n dokters in je hoofd, toch? Dat is raar. Maar wat heeft die hond ermee te maken? Dat heeft de hond. Een van mijn beste vrienden. Die hond is één van mijn... Het is echt een snoepie. Die echt... Dat is een snoep van de vet. Nou, ik ga toch... Dr. Dre. Ja. Hey, Howard, neem Danny mee naar voren. Let's go, Dan. Oké, okay, man. Oh, wauw. Oké. In 2015 okay. Kan ja, allemaal. Katja is er niet, dan zit ik ervoor. Oké, okay, nou, prachtig dan. Hey, Howard, hier komt jouw eerste personage. Daar komt hij. Hey poppetje, hoe is het met jou? Eigenlijk moet ik rustig doen. Als professionele sporter kan ik me helemaal niet te veel uitgaan veroorloven. Maar nu ik jou heb gezien, denk ik, jou neem ik mee naar huis. En ik weet zeker, als ik jou eenmaal heb veroverd, dan plaats ik een tatoeage van jou hier op mijn buik. En elke keer als ik heb gescoord, dan laat ik hem zien aan de hele wereld. Ik neem je mee naar Turkije, ik neem je mee naar Spanje, waar dan ook. Want jij bent het voor mij. En ik zit er helemaal voor me, Danny. Als jij en ik een setje worden, dan krijgen we ook onze eigen afkorting. Dan zijn wij namelijk Westa, met z'n tweetjes. Ik neem je overal mee naartoe. En ik zal altijd voor je zorgen. Neem maar, hè. Deze kerel, Howard, ja? Die versiert niemand. Hij geeft het. Het is iemand die luistert naar Elvis. Mm-hmm. Love me tender. Mm-hmm. Jij denkt meteen twee. Waarom? Op de manier waarop zij keek naar dat daar. Woe! Zij keek naar dat beeld. Hoe keek ze? Herkenning bij die foto met die palmboom. Voordat hij bijna kwam, glimlachte ze als enige. Dus ik zag dat ze affiniteit met die foto's had. Oké, dus we stellen een vraag aan nummer twee. Van welk album van Elvis is dit nummer? Die is uit 1968. Oké, zij zegt... Wat jij we nemen dat mee. Kijk, iemand anders had gelijk gezegd, pff, geen idee, maar zij ging echt nadenken. Oké, okay, cool. Murt, wie van deze drie? Ja. Drie. Hij heeft een boompje op zijn shirt, dus misschien heeft hij een soort liefde voor bomen. Hè, dat ja. Die... Zegt hij love me tender. Love me tender tegen die bomen. Ja. Ja. Toch? Dat hij in het park zo... Ja. Meneer, wilt u die boom laten, but she loves me tender. Ze kijkt heel kritisch. Maar jullie doen het niet met dochter 1 en 3. Nou, dan stel je een vraag aan 1. Ja, waarom hou je van palmbomen? Waarom ik van palmbomen hou? Nou, ik hou helemaal niet zo van palmbomen. Maar het was een regenachtige dag en ik was net een dag terug weer in Nederland. En het kwam met bak uit de hemel. En toen zag ik bij die palmboom, toen dacht ik, nou, toch nog een beetje zomergevoel. Nou, fantastisch. Dank. Dank alles. Ik twijfel ineens ook. Maar goed, jullie hebben jullie vraag kunnen stellen. Team Howard. Jij en Danny. Howard en Danny. Nou ja, wij zijn al een tijdje aan het overleggen. We hebben zo verschillende theorieën bij verschillende mensen. Hè? Ja. Ik dacht, ja, misschien meneer 3, omdat hij oud genoeg is voor Elvis. Ja. Danny, dat weet je niet.
Misschien is hij net 17, oké? Okay? En dan komt hij uit Angola, heeft een probleem met zijn paspoort straks. Even normaal doen. Ik bedoelde het. Hij bedoelde het juist goed. Ik ook. Nou, oké. Okay. Maar hij is waarschijnlijk oud genoeg. Maar wij dachten ook, naar aanleiding van die tweet over Dre en zijn spieren, dat hij zegt, Dre, hoe doe je niet uit met die spieren? Woei, dat hij me uitlacht. Omdat meneer Dre groot is. Maar Dre Hazes is nu ook, hij is aan het trainen. Dre Hazes ziet er ook nu, is ook best wel groot. Oké, okay, cool. Ja, dus maar, jullie vergeleken bij meneer Dre. Ja, maar er is niemand groot, maar oké, okay, prima, oké. Okay. Ja. Maar we hebben toch besloten om een, we willen graag een Elvis-gerelateerde vraag stellen aan meneer Dre. Weet u waar Elvis begraven ligt? In, Ja, dat is goed. Hij is al in iets, hè. Je kan hem niet zomaar buiten gooien. Disneyland. Graceland, Graceland. Are you for real? Dus jij wil zeggen dat er kleine kinderen... Kijk eens! kijk eens wie hier ligt! Nee, wacht, maar daarna, je corrigeerde jezelf. Graceland. Graceland. Een heel ander park. Oké, okay, jongens, dit is... Ik heb je nog nooit dat ik naast je liep en ineens zie ik jou. Oké, mijn vraag is, ik heb het afgevraagd, hè. Dan zit je op het terras, je drinkt wat, het is zomers, het is in palmbomen. En ik loop zo langs en ik ga ook alleen aan tafel zitten. Mm-hmm. Wat zou je denken? Zou je denken, hé, dat is een lekker ding? Of... Nee, sorry. Niet? Nee, je bent echt een type, sorry. Nee, sorry. Heel raar gesprek. Hier is de telefoon. Yes. Howard en Murk hadden het goed. Dat brengt de stand op 70 punten voor Team Murk. Samen met zijn Corina. We spelen de speech. De teamcaptains krijgen van mij steekwoorden, een gezegde en een openingszin waarmee ze een onvergetelijke, een kloppende, een speech moeten maken waar je u tegen zegt. Dat ik alle woorden heb opgenoemd, mag de teamgenoot ook nog een woordje geven. We beginnen met Team Howard. Oké. Hier komen jouw woorden. Bordeel. Bordeel. Toeslag. Toeslag. Miss Fabulicious. Miss Fabulicious. Rode peper. Rode peper. Parachute. Parachute. Waterbed. Waterbed. Gezegde. Op elk potje past een dekseltje. En elk potje past een dekseltje. Danny, nog een woord. Goedkoop. Goedkoop. Top. Jouw openingszin is zo. Ik heb me toch zin. Zo. Ik heb me toch zin in lekker goedkoop. Maar goed, dan moet je dus naar een bordeel. En... In principe zeggen ze, op elk potje past een deksel. Maar ik ben benieuwd welk bordeel voor mij een deksel heeft. Wordt het een bordeel waar ik met een parachute binnen donder meteen op het waterbed? Of wordt het een bordeel waar ze meer zoiets hebben van... Ja, jij met je rode peper. Hè? Doe maar voorzichtig. Dat is natuurlijk de vraag. Wat waren die andere pokkenwoorden nou ook al? Daar was nog een woord? Daar was nog een woord. Ja, dat was de tijd. Ja. Dit heb je heel goed gedaan, want je hebt voor jouw team 60 punten verdiend. Oké. Okay. 6 goed gehad. 6 goed gedaan. Murk, alsjeblieft neem plaats achter onze fijne katheder. Hier komen jouw woorden. TBS-kliniek. Draaideur crimineel. Baron van Münchhausen, levenslang, weerbericht, punaise, gezegde, praatjes vullen, geen gaatjes. Corina, nog een woord? Wilders. Wilders. Het is iemand die luistert naar Elvis. Mm-hmm. Love me tender. Mm-hmm. Jij denkt meteen 2. Waarom? De manier waarop zij keek naar dat daar. Woe! Zij keek naar hoe keek ze? Hoe keek ze? Herkenning bij die foto met die palmboom, voordat hij bijna kwam, glimlachte ze als enige. Dus ik zag dat ze affiniteit met die foto's had. Oké, dus we stellen een vraag aan nummer 2. Van welk album van Elvis is dit nummer? Die is uit 1968. Oké, zij zegt. Wat jij vroeg we nemen dat mee. Kijk, iemand anders had gelijk gezegd, geen idee, maar zij ging echt nadenken erover. Oké, cool. Murt, wie van deze drie? Ja. Drie.
een boompje op zijn shirt. Dus misschien heeft hij een soort liefde voor bomen. Hè, dat ja. Zegt hij love me tender. Love me tender tegen die bomen. Ja. Ja. Toch? Dat hij in het park zo. Ja. Meneer, wilt u die boom laten, but she loves me tender. Ze kijkt heel kritisch. Maar jullie doen het niet tussen 1 en 3. Nou, dan stel je een vraag aan 1. Ja, waarom hou je van palmbomen? Waarom ik van palmbomen hou? Nou, ik hou helemaal niet zo van palmbomen. Maar het was een regenachtige dag en ik was net een dag terug weer in Nederland. En het kwam met bak uit de hemel. En toen zag ik bij die palmboom. Toen dacht ik, nou, toch nog een beetje zomergevoel. Nou, fantastisch. Dank. Dank. Ik twijfel ineens ook. Maar goed, jullie hebben jullie vraag kunnen stellen. Team Howard. Jij en Danny, Howard en Danny. Nou ja, wij zijn al een tijdje aan het overleggen. We hebben zo verschillende theorieën bij verschillende mensen. Hè? Ja. Ik dacht, ja, misschien meneer 3, omdat hij oud genoeg is voor Elvis. Ja. Danny, dat weet je niet. Misschien is hij net 17, oké? Okay? En dan komt hij uit Angola, heeft een probleem met zijn paspoort straks. Even normaal doen. Ik bedoelde het. Hij bedoelde het juist goed. Ik ook. Nou, oké. Okay. Maar hij is waarschijnlijk oud genoeg. Maar wij dachten ook, naar aanleiding van die tweet over Dre en zijn spieren, dat hij zegt, Dre, hoe doet het niet uit met die spieren? Woei, dat hij me uitlacht. Omdat meneer 3 groot is. Maar Dre Hazes is nu ook, hij is aan het trainen. Dre Hazes ziet er ook nu, hij is ook best wel groot. Oké, okay, cool. Ja, dus maar, jullie vergeleken bij meneer 3. Ja, maar er is niemand groot. Maar oké, okay, prima. Oké. Okay. Ja. Maar we hebben toch besloten om een... we willen graag een Elvis-gerelateerde vraag stellen aan meneer 3. Weet u waar Elvis begraven ligt? In... Ja, dat is goed. Hij is al in iets, hè. Je kan hem niet zomaar buiten gooien. Disneyland. Graceland. Are you for real? Dus jij wil zeggen dat er kleine kinderen... Kijk eens! kijk eens wie hier ligt! Nee, wacht even. Maar daarna, je corrigeerde jezelf. Graceland. Graceland. Een heel ander park. Nou. Oké, okay. Jongens, dit is... Nee! Oh, ik heb ADD. Ik ben het nu allemaal weer vergeten. Kijk, Howard zou bijvoorbeeld zeggen... Hè? Er is een blad naar mij genoemd. Het blad Tina. Dat zou Howard doen, hè? Ik kan echt mee. Dat zou Howard doen, toch? Is het... Dat zou Howard doen. Nee. Hey, maar nu de naam. Welke dame is het? Rolling, rolling, eenmaal, andermaal. Dat was Tina Turner. Oh ja. En voorgezegd. En dan nog niet. En nog voorgezegd bij. Dit is nog best moeilijk. Maakt niet uit, schat. Maakt niet uit. Maar ik kijk even naar de stand. Team Murd gaan aan de leiding. We gaan naar de volgende ronde. Voor de show heb ik een telefoon van iemand gepakt hier in het publiek. En de teams moeten zo meteen gaan raden van wie deze phone is. Willen de eigenaren, de potentiële eigenaar van deze telefoon, opstaan? Yes, yes, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Op deze telefoon ben ik een aantal dingen tegengekomen. En die moeten jullie gebruiken als aanwijzingen. Oké? Okay? Nummer 1. Dit is het nummer die op dit telefoon stond. Love me tender. Elvis Presley. Ik kwam ook deze foto tegen. Wat? Ja. Deze foto. En dit was de laatste WhatsAppje op deze telefoon. En Dre Hazes, zoals hij nu is, die spieren. Woei! Het is aan jullie om te raden van wie deze telefoon is. Elke team mag een vraag stellen aan een van die personen achter mij. Wie het goed raadt, krijgt 25 punten. We beginnen met Roué. Roué, overleg van wie is deze telefoon? Dus Elvis. Mm-hmm. Het is iemand die luistert naar Elvis. Mm-hmm. Love me tender. Mm-hmm. Jij denkt meteen 2. Waarom? De manier waarop zij keek naar dat daar. Woe! Zij keken naar hoe keek ze? Hoe keek ze? Herkenning bij die foto met die palmboom. Voordat hij bijna kwam, glimlachte ze als enige. Dus ik zag dat ze affiniteit met die foto's had. Oké, dus we stellen een vraag aan nummer 2. Van welk album van Elvis is dit nummer? Die is uit 1968. Oké, zij zegt
Want jij vroeg we nemen dat mee. Kijk, iemand anders had gelijk gezegd, pff, geen idee, maar zij ging echt nadenken erover. Oké, cool. Murt, wie van deze drie? Ja. Drie. Een boompje op zijn shirt, dus misschien heeft hij een soort liefde voor bomen. Hè? Dat die... Zegt hij love me tender. Love me tender tegen die bomen. Ja. Weet je? Toch? Dat hij in het park zo. Ja. En ik loop zo langs en ik ga ook alleen aan tafel zitten. Hm? Wat zou je denken? Zou je denken, hé, hey, dat is een lekker ding? Of... Nee, sorry. Niet? Nee, je bent echt een type, sorry. Nee, sorry. Bravo. Heel raar gesprek. Hier is de telefoon. Yes. Howard en Murt hadden het goed. Dat brengt de stand op 70 punten voor Team Murt. Samen met zijn Corina. We spelen de speech. De teamcaptains krijgen van mij steekwoorden, een gezegde en een openingszin waarmee ze een onvergetelijke, een kloppende, een speech moeten maken waar je u tegen zegt. Dat ik alle woorden heb opgenoemd, mag de teamgenoot ook nog een woordje geven. We beginnen met Team Howard. Oké. Hier komen jouw woorden. Bordeel. Bordeel. Toeslag. Toeslag. Miss Fabulicious. Miss Fabulicious. Rode peper. Rode peper. Parachute. Parachute. Waterbed. Waterbed. Gezegde. Gezegde. Op elk potje past een dekseltje. En elk potje past een dekseltje. Danny, nog een woord. Goedkoop. Goedkoop. Top. Jouw openingszin is zo. Ik heb me toch zin. Zo. Ik heb me toch zin in lekker goedkoop. Maar goed, dan moet je dus naar een bordeel. En... In principe zeggen ze, op elk potje past een deksel. Maar ik ben benieuwd welk bordeel voor mij een deksel heeft. Wordt het een bordeel waar ik met een parachute binnen donder meteen op het waterbed? Of wordt het een bordeel waar ze meer zoiets hebben van... Ja, jij met je rode peper. Hè? Doe maar voorzichtig. Dat is natuurlijk de vraag. Wat waren die andere pokkenwoorden nou ook al? Daar was nog een woord? Daar was nog een woord. Ja, dat was de tijd. Dit heb je heel goed gedaan, want je hebt voor jouw team 60 punten verdiend. Okay. Je 6 goed gehad. 6 goed gedaan. Murt, alsjeblieft neem plaats achter onze fijne katheder. Hier komen jouw woorden. TBS-kliniek. Draaideur crimineel. Baron van Münchhausen, levenslang, weerbericht, punaise, gezegde, praatjes vullen, geen gaatjes. Corina, nog een woord? Wilders. Wilders. Jouw openingszin is, en opeens... En opeens wist ik het, aangezien mensen mij vaak hadden betiteld als iemand die rare dingen zegt, in de zin van Wilders. Ik twijfel ineens ook. Maar goed, jullie hebben jullie vraag kunnen stellen. Team Howard. Jij en Danny, Howard en Danny. Nou ja, wij zijn al een tijdje aan het overleggen. We hebben zo verschillende theorieën bij verschillende mensen. Hè? Ja. Ik dacht, ja, misschien meneer Drie, omdat hij oud genoeg is voor Elvis. Ja. Danny, dat weet je niet. Misschien is hij net 17, oké? Okay? En dan komt hij uit Angola, heeft een probleem met zijn paspoort straks. Even normaal doen. Ik bedoelde het. Hij bedoelde het juist goed. Ik ook. Nou, oké. Okay. Maar hij is waarschijnlijk oud genoeg. Maar wij dachten ook, naar aanleiding van die tweet over Dre en zijn spieren, dat hij zegt, Dre, hoe doet het niet uit met die spieren? Woei, dat hij me uitlacht. Omdat meneer Dre groot is. Maar Dre Hazes is nu ook, hij is aan het trainen, Dre Hazes ziet er ook nu, hij is ook best wel groot. Oké, okay, cool, ja, dus jullie denken. Vergeleken bij meneer Dre. Ja, maar er is niemand groot, maar oké, okay, prima, oké. Okay. Maar we hebben toch besloten om een, we willen graag een Elvis gerelateerde vraag stellen aan meneer Dre. Weet u waar Elvis begraven ligt? In Ja, dat is goed. Hij staat in iets, hè. Je kan hem niet zomaar buiten gooien. Disneyland. Graceland, Graceland. Are you for real? Dus jij wil zeggen dat er kleine kinderen... Kijk eens wie hier ligt. Nee, wij hebben. Maar daarna, je corrigeerde jezelf.
Graceland. Graceland. Een heel ander park. Ja. Oké, jongens, het is nu de tijd om iets op te gaan schrijven. Sorry. Alsjeblieft, 1, 2 of 3. Schrijf alsjeblieft een bord op. Wie denk jij dat de eigenaar, rechtmatig eigenaar is van de telefoon? Oké. Ja. Maar mag ik even aan jullie twee vragen, Danny en Howard? Hoezo gaan jullie opeens wisselen? Want jullie waren ook net zeker. Nee, we hebben een vraag aan hem gesteld. Maar jullie wisten al meteen? We hebben een tactiek bedacht. Ben ik benieuwd naar. Wij stelden meneer de vraag. En toen zagen we meneer één kijken van, nou, dat weet hij nooit. Toen wisten we dat is één. Oké. Wil de eigenaar van de telefoon blijven staan en de rest gaan zitten? Ja. Nee, dat is een lichtblauwe telefoon. Meneer, mogen we uw naam weten? Ja, ik ben Romeiko Nieuwland. Hoe? Romeiko? Romeiko. Romeiko, dat is een coole naam. Naam, hè? Waar komt het vandaan? Ik zou het niet weten, uit een boekje. Uit een boekje? Ja. Kijk, je hebt dat boekje dan nooit. Romeiko, waar kom je vandaan? Ik kom uit Hoogvliet. Hoogvliet, natuurlijk. En Romeiko, leg een paar dingen uit. Elvis Presley? Ja, ik ben een groot Elvis-fan. Elvis-fan zelfs. Heel goed, ja. Echt maar fan. Of ja, echt wat je denkt van, oké, straatverbod-fan. Wat voor fan? Echt.